Ja, ik sla even je armen los. Ik ga even een beetje kijken. Doe maar even je armen omhoog. Doe maar even maar. We gaan even kijken dat het even allemaal even lekker open is. Lekker open. Ja, even vrij maken. En lekker open. Ja, there you go. En dan nog even. Even lekker die adem door je heen laten. Ik werk dus heel veel met energie. En dat betekent dat ik dus technieken gebruik die heel oud zijn. Die zijn gebaseerd eigenlijk op oude technieken van de martial arts. Dat zijn eigenlijk mensen die kung fu doen, karate. En die gebruiken dat eigenlijk om hun geest en lichaam en emotie in balans te brengen. Voel je echt even de verbinding met je centrum. Dat je echt even denkt van even alles weer terugkomen. Even alles weer op nul. Karin, even weer alles op nul. Ja, Ja. precies, precies. Kijk, je bent een hele energetische dame. Hè? Dus je probeert nu echt. En je hebt waanzinnig veel te doen op straks. Je moet heel erg voor je compositie kämpfen. Ja? Dus probeer dat te doen en altijd met een rust in jezelf. Ja. 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 Mama, mama, mama. Ja, ook daar altijd heel babbly, 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 babbly. Ja. Ja, en auch da, lad die Ula lecker in sacken. Also denk diesen Gut. Lied. Ja. Ja, merkst du das? Gib Ja. einfach nach, dass du hier ein bisschen nachgibst und hier ein bisschen lang wirst. Aha. Okay, sollen wir noch ein Kärtchen doen? Ja. Ja. Wat ik dus doe, is heel veel daarop letten dat het hele lichaam gebruikt wordt voor het zingen, het hele instrument. Aan de ene kant wil de regisseur heeft een bepaalde visie. De maestro van het orkest heeft een bepaald idee wat hij wil. En zij moeten heel veel daartussenin eigenlijk balanceren. En daar is het dan de kunst zichzelf niet te verliezen. En te kijken, oké, maar wacht even, maar ik moet het ook doen. Dus